KSV Temse zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Na het verlies van afgelopen speeldag in de derby tegen Bornum, verloren ze nu op eigen veld tegen Olsa Brakel en zakken ze nu zo verder weg in het algemeen klassement naar de 10e plaats. Gestolen kan je de overwinning van Olsa Brakel absoluut niet noemen. Ze gaan verdiend huiswaarts met een 0-2 zege en wippen zo naar plaats 9, net over Temse, met 27 punten. Ja, inderdaad. Ik kan er weinig aan toevoegen. Het was een prestatie die af was, denk ik. Hè. Zowel qua inzet, qua mentaliteit als qua efficiëntie uiteindelijk. Ik denk een verdiende overwinning ook. Ik denk dat er daar weinig discussie kan over zijn. Mooie overwinning en goed. Dat is een deugdoende zege. Daar genieten we van zo'n manier, op zo'n manier te kunnen winnen. Eerste helft zie ik mijn elftal het initiatief toch aan Brakel laten. Wat niet de bedoeling was. Maar daardoor creëerden we wel een vijftal mogelijkheden op omschakeling. Waarvan de eerste twee in 10 minuten. En ik denk dat mijn ploeg wel die voorsprong nodig heeft om toch even uit die dal te komen. Met rust ook aangegeven dat uiteindelijk het aantal kansen in ons voordeel was. Desondanks dat we niet een topwedstrijd spelen en zeker niet in balbezit. Dus dat er nog alle kans is. En dan stel ik gewoon vast de tweede helft dat er veel te weinig reactie is. Het komt redelijk hard aan bij ons, denk ik, na de prestatie van vorige week tegen Bornem. Waar iedereen reageren met een goede prestatie en sowieso 3 punten. Dat is niet gelukt natuurlijk. Ik denk dat we niet zo goed beginnen. Die mannen spelen wel goed met heel veel bewegend middenveld. En daar lieten we gewoon te veel ruimte. We hadden de tweede ballen ook niet. We spelen eigenlijk een beetje uit de match. Want als wij met onze kwaliteiten gewoon zelf gaan voetballen, dan mogen we nooit in de problemen komen. Maar dat komen we eigenlijk niet in ons spel vandaag.